Hey, kom maar. Zo, nou, was goed. Ja. Gaan zitten? Ja, dank je. Ja. Zitten we dan? Zeg, mooi. Maar hoe was het voor jou eigenlijk om een boek te lezen? Dan ga je meteen met mij beginnen. Het gaat hier over jouw boek, jongen. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Ja. Ik vond het juist wel mooi om jouw boek te lezen, omdat ik er ook best wel veel in dacht te herkennen. Ik vond het eigenlijk best verdrietig. Ja. Want ja, dat is dan misschien mijn gevoel als ik het boek, maar als ik het boek zo lees, dan ga ik natuurlijk ook nadenken over. De hoofdpersoon Kees maakt dan heel veel ellende mee, zo heb ik dat dan gezien. En zijn vader en zijn moeder. Maar heb jij jouw jeugd zo ervaren? Met stukken wel. Ja, als ik terugkijk op mijn jeugd, dan vind ik de mooiste tijd eigenlijk dat ik echt kind was. Dat ik echt kon spelen en vrij was. Dat vond ik de mooiste tijd. En daarna ben ik eigenlijk, laat ik maar zeggen, een soort keurslijf van regels ingeleden. Ja. En dat vond ik wel lastiger. Maar tot hoe oud dan? Tot hoe oud zie je jezelf dan als kind? Nou, ik heb dat een beetje opgerekt, want ik speelde nog cowboy en boef, bij wijze van spreken, tot mijn elfde, mijn twaalfde of zo. Ja, 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 ja. En die aanpassing die je ook als kind moet ondergaan, hè, de grote mensenwereld in, ja, vond ik vaak wel lastig. Ja. Maar de Kees, die moet eigenlijk al vrij vroeg de grote mensenwereld in. Maar was dat bij jou ook zo? Moest je ook vroeg de grote mensenwereld in? Ja, nou, de grap is eigenlijk dat ik me dat allemaal ben gaan realiseren toen ik het boek geschreven had, eigenlijk. Oh ja? Oké. Okay. Dus het boek heeft mij verteld wat me eigenlijk altijd bezig hield. En ook achteraf, als ik nu het boek teruglees, dan denk ik van, goh, zo zou het allemaal best wel eens gebeurd kunnen zijn. Ja, ja. En als je zegt dat verdrietige, dat is wat je zegt, ja. Hè? Ja, dat misschien is dat ook wel het verdriet van dat kind wat verloren is gegaan, ooit, onderweg. Ja, ja, ja. En dat heb ik wel teruggevonden. Maar dat heeft wat wel... Wat heb je teruggevonden? Het kind, dat kind of het dat verdriet? Speelse, dat speelse, dat heb ik wel teruggevonden in een andere gedaante. Maar als je het hebt, hè, dat volgens mij ook een soort... Is dat een moment van dat je niet meer kind kan zijn als je uit je fantasie moet stappen? Nou, ja, ik weet eigenlijk niet precies wanneer ik uit die kindrol gestapt ben. Nee. Misschien is het ook gewoon een normaal proces, hè? Want je kan niet altijd kind blijven. Het is alleen belangrijk om het kind in jezelf te behouden. En ik denk dat ik het gewoon een tijd kwijt geweest ben. Waarom is dat belangrijk? Ja, ik denk dat elementair is. Dat die speelsheid, je krijgt het al als je naar een kind kijkt, daar word je toch gewoon blij van. En die zit toch gewoon in jezelf. Ja, ja, ja. Dat blije gevoel, daar wil je op aangesloten worden. Het is ook niet een veroordeling dat ik het kwijtgeraakt ben. Want het is me ook gewoon overkomen. En ik kom ook tot de conclusie dat niemand daar verantwoordelijk voor is. Behalve ikzelf. Ja. Dus dat ik ook de persoon ben die daar weer naar terug kan. Ja, ja. En dat heeft mijn boek me geleerd. He, dus om weer terug te kunnen komen naar je kind. Ja, dus, ja. En ik had natuurlijk sterk oordelen wie ik daarvoor verantwoordelijk stelde. Oh. Voor die verandering. Ja. En het verdriet wat jij dan gelezen hebt. Ja. En dan ben je gemakkelijk om iedereen aan te wijzen die dat daarvoor verantwoordelijk is. En wie was voor jou de grote... Nou ja, ik denk dat mijn vader daar wel de oorzaak van is geweest. Of in ieder geval, ja, niet dat hij dat nou bewust gedaan heeft. Maar dat zijn nou woorden die ik nu achteraf weet. Ja. Maar op dat moment heb ik die man wel enorm gemist. Ja. Ja. En op dat moment bedoel je dan toen je kind was? Als kind. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd met me meegedragen. Ik zie hem ook echt als de man zonder woorden. En die woorden heb ik zo gemist. Ja, maar en
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, aan het begin van je boek was je vader nog de schuldige. Ja. En hoe is dat dan nu aan het einde van het boek? Nou ja, als je naar de titel van mijn boek kijkt, Weg van mijn vader, daar zit eigenlijk het hele verhaal in verteld. Je begint met weg van je vader als een idool. Hè? Ja. Van ik ben weg van mijn vader. Dat heb je als klein kind. Ja. Totdat je wat meer bewust wordt van de rol van die vader. En je, vervolgens wil je eigenlijk de weg lopen van je vader. Hmm. Hetzelfde zijn. Ja. Vervolgens neem je afstand van je vader. Je wil er eigenlijk weg van zijn. Want ja, je zet je er tegen af. En vervolgens ga je je daarna weer verdiepen in de weg van je vader. Dat is de historie van je vader. En al die elementen zitten in het boek. Ja. En uiteindelijk kom je dan terug bij de essentie, bij je vader weer. Want wat het ook is, je kunt er allerhande woorden voor verzinnen, maar het is nog steeds je vader. Dat wordt veranderd nooit. En dat is wel een heel mooi besef. Dat die vader nooit iets hoeft te doen, want hij is er altijd. Hij zit gewoon in je. In hoeverre lijkt je op je vader? Nou ja, ik denk meer dan ik dacht. Ik kan me goed herinneren dat ik een keer een gesprek had met Bart, onze cameraman, in de tuin. En we hadden een oneenigheid, dat hebben we wel eens. Hè? En in dat moment realiseerde ik me dat ik op dat moment exact hetzelfde deed als mijn vader. En wat deed je dan? Ik voelde mijn gezicht verstrakken en niet zeggen wat ik op dat moment werkelijk had willen zeggen. Ja, dat was eigenlijk een hele bijzondere ervaring. Ik heb hem toen daarna heb ik hem een brief geschreven. Ja. Bart, met die ervaring, dat ik me dat in dat moment realiseerde van, jeetje, wat ik die man altijd verweet, doe ik gewoon precies hetzelfde. Ja. Dat is zo'n eureka moment dat je denkt, goh, wat bizar. Huh? Maar had je je ook voorgenomen om niet zo te worden zoals zij? Zo te worden als hij? Ja, maar hebben we dat niet allemaal? Nee, ja. Bepaalde dingen wil je natuurlijk niet doen. Maar, nee. Maar ja. Was dat dan ook zo'n moment dat je dacht, nou, dat had ik me echt zo voorgenomen om dat niet te gaan doen? Ja. En dat ik weet niet of dat was, maar ik werd wel verbaasd dat ik eigenlijk hetzelfde deed wat ik altijd veroordeelde. Ja. Huh? En dat was wel bijzonder. En dat is eigenlijk iets wat me ook fascineert, een familiesysteem. Hè, dat je je dus blijkbaar toch onbewust worden er dingen overgedragen in de lijn. Mm-hmm. Ja, dat blijft me dus ook verbazen dat zo is. Hè, tenminste, dat heb ik dan zelf ervaren. Ja. En de man zonder woorden, dat ik dat heb kunnen doorbreken in de zin dat ik me op een gegeven moment bewust werd wat er gebeurde. Ja. En ja, door het meer woorden te leren, me ook meer beter heb kunnen uiten. En ook meer heb kunnen uitspreken. Waardoor de mannenlijn, het zwijgen, heeft gestopt. Hè? Want mannen, zoals het in onze familie dan ging, maar wat ik wel veel hoor, mannen praten niet. Mannen houden hun gevoel binnen. Mannen huilen niet. Mannen zijn sterk. Hè? Nou, al dat soort dingen, daar moeten we het maar mee doen als man. Mm-hmm. En tegenwoordig wordt dat wel anders, maar we zijn daar nog echt niet van verlost. Van dat stigma dat wij zwijgers zijn en dat we sterk moeten zijn. Ja. Eigenlijk is het maar de vraag of we dat nog wel willen. Maar was vroeger dan de man anders? Of wordt de man nu meer man? Of wordt de man meer vrouw? Want dat hoor je natuurlijk ook wel eens. Dat de man nu meer vrouwelijkheid moet laten zien. En nou ja, dat is absoluut een interessant punt. Want wat is nou mannelijk? Ik bedoel, vroeger was een man goed als hij met een knots een dinosaurus te lijf ging, laat ik maar zeggen. En op een gegeven moment werd het een ridder en een boer. Nu zijn we dan, gaan we er naartoe dat een man ook huishoudelijke taken verricht.
wat een generatie geleden heel anders was. Maar ik vind het dus ook ingewikkeld in deze tijd van hoe moeten wij nou als man ons verhouden tot de emancipatie van vrouwen. Want vrouwen die ontdekken zichzelf, die zijn zich geweldig aan het ontwikkelen. En soms lijkt het wel eens of wij dan als man iets laten we zeggen, minder moeten worden of iets te verdedigen hebben. Nou, ik vind dat wij als man gewoon ook een nieuwe positie moeten zoeken naast de vrouw. We moeten meebewegen. Maar denk je dan dat de man meer man aan het worden is, dichter bij zichzelf aan het komen is, of dat de man meer man was zoals hij was? Ik weet niet wat een man is. Wat nou mannelijker is of minder mannelijk is. Ja, ik denk dat er heel goed mannen in hun huishouden kunnen zijn, werken en gewoon ook hun man zijn kunnen behouden. Net zo goed als iemand directeur is of in een fabriek werkt. Ik denk niet dat dat daarmee te maken heeft. Alleen dat moeten we wel verkennen. Want vroeger was het heel simpel, want de man die ging werken en die kwam thuis en die speelde de boeman en dan was het gewoon klaar. Mm-hmm. Dan was je een vent. En met name, ja, maar dat is ook maar een beeld wat we geschapen hebben. Ja, ja, maar het is een interessant topic. Het is inderdaad natuurlijk heel erg, ik merk bij veel mannen, veel vrienden om me heen, in de veranderende rolverdeling met man-vrouw, hoe doe je dat nou thuis ook? Ja. Iedereen werkt nu en je wilt op een bepaald moment ook aandacht voor je gezin. En vroeger ontleende de man zich inderdaad zijn waarde en zijn status aan het feit dat hij het geld binnenbracht en werkte. En dat was dan je toegevoegde waarde. Alleen nu, ja, doen vrouwen dat ook. Dus wat is dan nog je toegevoegde waarde? En ik vind het wel een mooi beeld. Waar de oermannelijkheid soms gezocht wordt in de alfaman, de man die op het schild straat en die door iedereen gedragen wordt. In vergelijking met een filmpje wat het internet rondgaat, vaak in cirkels heel vaak, zo'n filmpje over een roede wolven, waar dan de alfaman niet vooraan loopt, maar eigenlijk achteraan loopt. Mm. En alleen maar vooraan loopt als er gevaar dreigt. Ja. En dat is een heel ander soort man of leider dan degene die op het schild staat en zelf alle credits wil. En ik denk dat we heel lang gedacht hebben dat de man op het schild, dat de alfaman is. Alleen voor mij is de man, de dienstbare man eigenlijk, die wel naar voren komt als het nodig is, maar die in principe gewoon achteraan de kudde zorgt dat iedereen mee kan. Dat voelt voor mij meer mannelijk dan boven op zo'n schild staan. Zo boven op zo'n schild is ook uit verbinding. Er is ook geen contact. Er is een verschil in. Je keert een bepaalde afstand. Terwijl, nou ja, wat jij misschien dan ook in je boek hebt gedaan, je hebt de afstand tot jezelf een bepaalde manier verkleind. En daarmee de afstand tot je vader. En daarmee de afstand tot je kinderen en de mensen om je heen. En misschien is dat ook wel de rol die de man heeft, of de stap die de man te maken heeft. Dus de stap weer naar jezelf om contact te maken met jezelf, zodat je contact kan maken met de anderen. Niet zozeer om een vrouw te worden, of om vrouwelijker te worden, maar misschien juist om meer man te worden. In hoeverre staat de afwezige man, de relatie afwezige man of afwezige vader met zoon nou symbool voor een grotere tendens in de maatschappij? Nou ja, ik in mijn beroep ook als coach, ja, is dat wel een ding wat staat. Tenminste, ik kom dat wel heel veel tegen, dat zo is. En ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met die rol die de man opeist of in zijn maag gesplit krijgt. Het is maar een beetje van welke kant je komt. Maar het is wel zo dat hij er niet is, op een of andere manier. Ja, ja. En dat is dan wel de verandering waarin we nu zitten. En als ik zie hoe jullie nu bezig zijn in je relatie en in je gezinnen, zijn jullie nieuwe rollen aan het zoeken. En waar dat toe gaat leiden, dat weten we niet. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Ik vind het wel boeiend om te zien die verandering. Nou ja, het is voor de man natuurlijk lastig dat hij, en hij moet er nu zijn, en hij moet zijn gevoel openen.
Maar toch ook werken en ook meedoen aan het huishouden en vrienden en sport. En een soort van de model moderne man zijn, ja. Wat dat überhaupt al is. Ja. Dat vraagt wel veel. Maar heb jij dan nu het vadergevoel gevonden? Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, ik heb het gevoel dat ik er altijd kan zijn. Altijd ben eigenlijk, dat is namelijk nog krachtiger. Ja. Dat ik er altijd ben, ja. Ja. En dat ik daar eigenlijk niks voor hoef te doen. Want ik ben gewoon altijd een vader. Maar is dat voor jou dan ook het zijn van een vader? Is er zijn? Dat is niet in de zijn van dat je thuis bent. Nee, maar er ook te zijn. Mentaal. Betrokken bent. Dat je openstelt. Mijn vader was er ook altijd, want wij hadden de praktijk aan huis. Dus ja. Mijn vader was altijd thuis. Maar eigenlijk was hij er niet. Nee. Nee. Ja, wat heb je hem gevonden uiteindelijk? Ik heb hem gevonden. Maar kijk, het enige wat ik nu nog wel eens denk, goh, dan zou ik toch nog eens graag een gesprek met hem en een biertje drinken of zo. Dat zou ik wel tof vinden. Ja, maar dat kan niet. Hè? Maar het mooie is wel, ik heb hem ontmoet in mezelf.